Ik heb twee boeken voor u meegebracht. Want het recente boek, De Tragiek van de Binnenlandse Oorlog, Suriname 1986-1992, is eigenlijk een vervolg op mijn eerste boek wat ik 2,5 jaar geleden geschreven heb. Dus heel veel mensen hadden me gevraagd om mijn werk van ruim 50 jaar in de bosland van Suriname op papier te zetten. Ik heb dus geprobeerd om dat ene hoofdstuk gewoon verder uit te diepen, meer in detail te gaan in crisis gebeurtenissen van die 6 jaar Binnenlandse Oorlog. En dat is dus dit boek geworden, wat nu ook al binnen een paar weken uitverkocht is. Volgende week maandag krijg ik de tweede druk. Mag ik het u aanbieden? Heel hartelijk dank. Laat me dit zeggen. Het is een stukje van onze geschiedenis die we niet kunnen doen en weg kunnen maken. Het is juist goed voor generaties, voor ons en generaties die na ons gaan komen. Om te weten wat er is gebeurd en dat we van daaruit eigenlijk de toekomst ingaan en onze bijdrage leveren. En persoonlijk hoop ik dat deze situatie nooit meer zal voordoen in Suriname. En ik probeer juist te zorgen dat we een professioneel leger hebben die dienstbaar is aan de samenleving en dat we het accent leggen meer op bescherming. Bescherming van de natie, bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen, bescherming van onze mensen, bescherming van alles wat door de Almachtige aan ons is gegeven, dat we dat hebben en dat we daarvan kunnen leven en dat we daarmee gelukkig zijn in dit land. Ongeacht wie we zijn, van waar we zijn gekomen, hoe we eruit zien, dat is de bedoeling. En ik probeer mijn best te doen op dit ministerie en dienstbaar te zijn. Dus ik ben u heel erkentelijk en ook mijn waardering en complimenten voor het werk dat u doet. Jaren binnen de Surinaamse samenleving, maar ook de moed en durf die u demonstreert, uw leiderschap, het godswerk dat u doet, daar ben ik ook u zeer erkentelijk voor en echt mijn complimenten en waardering aan u. En het is ook een inspiratie voor ons om door te gaan, voor ons ook als ministerie. Dus we hopen inderdaad dat wat er zich heeft afgespeeld nooit meer mag afspelen. En dat zeg ik niet alleen als minister van Defensie, maar ook als weduwe, als vrouw van een militair. Ik heb het ook meegemaakt, de Binnenlandse Oorlog. Ik weet hoe het voelt, de onzekerheden, de angst. En dat willen we niet hebben. Dus dat zeg ik gewoon zo.